Dan werd er nog gevraagd, ja, maar wie geven die lessen dan eigenlijk en wanneer zijn die? Nou, de lessen zijn iedere donderdag van 2 uur 's middags tot 8:30 's avonds. Dat betekent dat de cursus ook te doen is voor mensen die al werken. Mits ze daar dus 1 middag in de week ook voor vrij krijgen. We hebben ook dit keer heel veel mensen gehad die dat ook namens een bedrijf deden. Waarbij het bedrijf ook meedeelde in de kosten. We weten allemaal in Nederland dat er dus heel weinig goed opgeleide designers zijn. De mensen die nu heel goed aan het werk zijn in dit vak hebben dat echt met vallen en opstaan moeten leren. Zoals wij zelf allemaal. De cursus die we nu hebben in Industrial Footwear Design is echt de opleiding die wij zelf hadden willen volgen destijds toen wij allemaal het vak in gingen. Dus zeker ook als je werkt af voor een schoenenbedrijf is het enorm nuttig om deze cursus te gaan doen. En ook als je nog in een hele andere branche werkt en je wil de schoenen in, is dit hopelijk ook een manier om dit te kunnen doen. Het is dus geen voltijdsopleiding, het is 1 dag, of wat, 1 middag en 1 avond in de week. Daarnaast moet je wel wat rekening houden met het huiswerk, want er is natuurlijk heel veel tekenwerk wat thuis gedaan moet worden. Met name als je nog beginnend bent, kan dat behoorlijk zwaar zijn. We hadden afgelopen jaar het huiswerk op 1 uurtje of 6 per week gesteld, maar dat was echt te laag. Dus we hebben dat nu naar maximaal 12 uur in de week gezet. Dat is dan ook het maximum. De ene week zal dat wat minder zijn, de andere week zul je wel aan die 12 uur zitten. Hangt er ook een beetje vanaf hoe je het zelf inplant. Nou, de lessen worden dan gegeven door Liesel Zwart. Dat is de hoofddocent. Zij is jarenlang werkzaam geweest als freelance schoenontwerper. En nog, bijvoorbeeld voor Rina, voor Reebok. Zij geeft daarnaast ook ambachtelijk schoenmaken. Dat is een andere cursus, wat we hier dus niet doen. Maar het voordeel daarvan is dat Liesel dus echt een expert is op het gebied van pasvorm. Alles begrijpt van patronen en van constructies. En dat dus ook heel erg goed kan uitleggen. Daarnaast geef ik wat les wanneer ik kan tussen de bedrijven door. Geef ik inderdaad trendwatching, het maken van moodboards, kleurenpaletten. Ik geef een aantal designlessen en ik geef branchekennis en zo mogelijk ook eco-footwear. Maar we hebben ook diverse gastdocenten. We proberen zoveel mogelijk met docenten te werken die heel deskundig zijn op een bepaald onderwerp. Afgelopen jaar zijn we bijvoorbeeld naar Charles Bergmans geweest om veel meer te leren over de praktijk als zelfstandig designer in het hebben van een designstudio. Omar Bailey uit New York is geweest om wat te vertellen over het ontwerpen van sneakers. We hebben Pete Langford gehad, een van de hoofddesigners van Timberland uit de Verenigde Staten, die echt een specialist is op het gebied van sustainable footwear. En die heeft daar het een en ander over verteld. Daarnaast zijn we op een heel aantal excursies geweest, ook binnen Nederland, naar TNO bijvoorbeeld, om nieuwe manieren van rapid prototyping, zeg maar 3D printen van schoenen te zien. We zijn naar een fabriek geweest, of meerdere eigenlijk, om te zien hoe dat gaat. We zijn naar Medical Leather geweest om zowel leer als allerlei vormen van kunststof goed te leren kennen. En zo krijg je eigenlijk allerlei dingen bij tijdens de opleiding die het echt zo praktijkgericht mogelijk maken. Ik moet ook nog even niet vergeten te zeggen dat de opleiding in september is verhuisd. Het is nu in Nieuwegein en het is vanaf september in Utrecht, dus dat is eigenlijk alleen nog maar mooier. In Utrecht-Overvecht, omdat ons opleidingsinstituut, de SVGB, dan opgaat in de Dutch Health Tech Academy. Het webadres voor meer informatie, wat je hieronder in het geschreven stukje kunt lezen, daarin staat ook het webadres en daar staat ook de link naar nog wat meer informatie. Nou, als je je wil inschrijven voor aanstaande september, dan moet je dat nu doen. Want we zitten echt in de laatste dagen voordat we de toelating sluiten. Het is namelijk zo, we nemen niet iedereen aan. We zitten aan een maximum van 12 personen per cursusjaar. Dat doen we expres. Dat betekent namelijk dat we mensen voldoende persoonlijke aandacht kunnen geven en voldoende kunnen helpen om ze in die richting verder te ontwikkelen dat je ook zelf wil.
Natuurlijk ga je in de cursus een heel aantal dingen doen die verplicht zijn. En daarnaast ga je bijvoorbeeld voor je eindexamen ga je een opdracht doen die echt helemaal al in de richting zit waarin jij, waar je heen wil groeien. We hebben nu ook mensen die inderdaad variërend van sneakers tot kinderschoenen, tot milieuvriendelijk, zelfs tot veiligheidsschoenen doen voor hun eindexamen. Maar om dat te kunnen doen hebben we dus maar een maximum van 12 personen per jaar.